Arne, gefeliciteerd met de overwinning met de 3 punten. Maar hoe gek word jij van zo'n eerste minuut als deze wedstrijd vandaag had? Ja, dat is natuurlijk teleurstellend. Zoals ook het tegengoal teleurstellend is. Is ook iets wat ons eigenlijk nooit overkomt. We beginnen eigenlijk altijd wel goed aan de wedstrijd. Nou, je kan nu ook niet zeggen dat je niet goed aan de wedstrijd begint. Ja, feitelijk gezien wel, als je binnen 1 minuut een tegengoal krijgt. Maar er is natuurlijk nog niks aan vooraf gegaan. Ik denk, als ik dat voor mezelf moet inschatten, zie je een hele snelle, bewegelijke speler die op het kunstgras toch de Agenno Trauner in de hoek even verrast, die misschien wat minder die ondergrond gewend is. Ja, en daarna valt het voor ons denk ik ook vrij ongelukkig. Maar de trainer van de tegenpartij had klaarblijkelijk gezegd dat ons dat misschien wakker schudde. Ik denk dat dat niet zo is, maar vanaf dat moment hebben wij het wel heel erg goed opgepakt. En hebben we denk ik Feyenoord gezien, waar het veel over gesproken is dat we last hebben van kunstgras. Maar ik heb altijd tegen gezegd, als je goed voetbal speelt, is kunstgras een groot voordeel. Zeker als het nat is. En dat hebben we denk ik vandaag zeker in de eerste helft bewezen. Nou, het lijkt erop dat Kuksje een van de spelers is die er bewust opstaat. Hè? Die heel veel ballen ging opeisen, liet zich wat inzakken. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, hij en Frederik bepalen natuurlijk wel het ritme van ons spel van achteruit. En dat zal ongetwijfeld ook een van de redenen zijn geweest waarom de trainer afgelopen donderdag van de tegenstander die jongens ook heel erg liet schaduwen. Maar beide spelers waren, maar ook van achteruit, als ik naar Marcos en Gernot keek, die uitstekende opbouwvorm gaven met z'n vier. En heel vaak ervoor zorgden dat onze aanvallers op mooie posities aan de bal kwamen. En onze aanvallers, met name Lewis, was ook wel weer dreigend in zijn acties. Dus ja, ik denk zeker de 1-1 dat iets is om nog een keer terug te kijken. Want daar gingen heel veel passes aan vooraf, volgens mij. Schitterende aanval. En een mooie goal. Je hebt over Nelson regelmatig gezegd dat hij al dreigend is en dat je positief daar naar kijkt, hè, naar die ontwikkeling. Alleen zei je erachteraan, ja, rendement, dat moet er ook bij komen. Was vandaag wat hij liet zien wat je daarmee bedoelde? Nou, hij heeft wel wat rendement gehad als het om assist gaat. Hij heeft tegen Partizan ook een goal gemaakt. Maar het is wel belangrijk dat je als aanvaller bij een topclub, dat je ook goals maakt. En dat heeft hij vandaag gedaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat we waren nog maar bij de eerste helft gebleven. Maar als ik de tweede helft zie, toen vond ik eigenlijk dat we slecht uit de kleedkamer kwamen. Want dan verliezen we een aantal keren zo verschrikkelijk makkelijk de bal. Waar Ries ook een voorbeeld van was. En dan ben je op 3-1, krijgen zij ook nog 2 corners. Waar ze zeer dreigend uit zijn. Nou, laten we nou net afgelopen donderdag gezien hebben hoeveel pijn een corner je kan doen. Dus ondanks dat over hele grote fases van de wedstrijd je heel tevreden kan zijn, heb ik ze toch ook nog wel weer gewaarschuwd dat er vandaag ook momenten zijn waarop we een wedstrijd die eigenlijk compleet in onze handen is, ook nog wel weer weg kunnen geven. Ja, geef je dan meteen aan dat dingen zijn dat als je dat donderdag ook overkomt, dat je dan waarschijnlijk een minder goede afloop kan hebben? Nou, je probeert dat het hele seizoen en ik denk dat ze dat ook heel vaak al ervaren hebben. Er is bijna geen wedstrijd dat ik kan zeggen dat we niet dominant en beter waren. Alleen dan gebeurde er in sommige wedstrijden wel eens iets. Veelal door ons eigen toedoen. Waardoor een wedstrijd ook dan even bij je weg kan lopen. En dus je hoopt dat dat nu wel een keer opgepakt wordt. Dat we het steeds beter voor elkaar krijgen om 90 minuten lang die concentratie heel hoog te houden. En ik snap heus wel dat je een bal kan verliezen. Want dat is ook inherent aan voetbal. Maar dit zijn een aantal keren balverlies. Die vind ik echt te makkelijk. En ik wou zeggen irriteer, maar ik stoor me ook behoorlijk aan het feit dat zij toch weer uit 2 standaard situaties 2 grote kansen krijgen. En dat heb ik ook in de kleedkamer gezien. Je kan zo goed voetballen. En dan is het zo zonde dat je mede door standaard situaties dit seizoen al zo vaak ook punten hebt verloren. Hoe is het met Guus Stil tenslotte? Nou, die moest er eindelijk vlak voor rust af. En gelukkig zijn we de medische staf tegen mij. Joh, het is nog 30 seconden. Als we die corner nemen, dan kunnen we het daarna beoordelen. Ik zeg, dat lijkt me een goed idee. Dus de goal is niet alleen aan Guus, maar ook aan de medische staf te danken. Ja, dat donderdag komt natuurlijk snel. Maar ik vind dat moeilijk om op dit moment dat in te schatten. Maar als een speler er met een blessure afgaat op zondag, ja, dan zal hij. Hij had last van zijn knie, toch? Hij kreeg natuurlijk na 25 minuten ook een enorme schop op zijn voet. Maar dat was volgens mij niet de oorzaak van zijn blessure. Volgens mij bij de goal van Ries Nelson dacht ik dat hij iets gevoeld had aan zijn knie. Dus dat zal met name morgen moeten blijken hoe die dan binnenkomt.